Sony Media. Ik ben Isa Roes. Ik ben Mark-Marie Huibrecht. Welkom bij Mark-Marie en Isa vinden iets. Hoeveel sterren geven wij? Gewoontes. Oeps. Met drie inmiddels. Leuk, ja, het is. Ja. Ik. Mooi. Sinds ik die nu heb, ben ik daar. Dat inspireert me erg. Goed. We gaan het hebben over gewoontes. Ja. Want dat is. Wie heeft ze niet? Wie heeft ze niet? Het zou raar zijn als. Nou ja, er zijn mensen die altijd iets anders willen. En er zijn mensen die. Het is dan inmiddels ook een gewoonte geworden. Ja, misschien wel, ja. Ja, heel goed. En ja. Of wil je er vanaf? En kan je er vanaf? Dat is ook nog een ding. Ja. Dus daar gaan we het over hebben. Dat is het thema eigenlijk. Ja. Natuurlijk gewoon deze week. Dan hebben we het roddelblad. Roddelblad. Ja, nou, Nouveau. Nouveau is niet echt. Ik denk dat zij. Geen roddelblad. Nee, zij zouden denk ik wel een beetje beledigd zijn als je zegt dat het een roddelblad is. Ja, en ik sta er ook volgende maand in, dus ik zou het zeker niet zeggen. Sta je erin? Ja. Nou, wat geinig. Ik heb een boek geschreven. Alweer een boek geschreven. Dat gaat allemaal uit. Is het allemaal nog steeds over je eigen leven? Of ben je inmiddels overgeschakeld op iemand anders leven? Dit is weer over mijn eigen leven. Echt waar? Dat doe ik niet de hele tijd. Want ik heb natuurlijk ook heel veel over de overgang geschreven. Dat gaat niet ook de hele over tijd. Jezelf, toch? Ja, maar dat schrijf je niet boeken over vol. Over je eigen overgang. Oh ja. Ik niet, in ieder geval. Nee. Ik vond wel met de overgang toen. Daar komt hij. Ik hou me vast. Ik adem pas diep in en uit. Jullie hadden dan symptomen die jullie dan zelf nooit hadden. Dus nou, dat was heel zielig. Nou, Medina had bijna alles. En ik had heel vaak niks. Ik herinner me een klein stukje. Die zei, nou, ja, bijvoorbeeld, sommige mensen hebben een droge vagina. Jij, wij niet. Wel, maar soms, Medina had dat ook. Oh ja? Ja, dat was echt. Zij was echt. Ja, zij had echt de loterij. Mm. En jij eigenlijk. Nou, heel ik weinig. Had dan bijvoorbeeld wel droge ogen. Daar had ik wel last van. Nou, ik had zoveel dingen, maar zullen we het daar alsjeblieft niet over hebben? Nee. Maar ja, je begint er zelf over. Nee, niet om over je begon over de overgang. Weet je nog dat je dat zei? Dat je daar allemaal drie boeken over had. Het is dus de Nouveau. De Nouveau gaan we doen. Waar ik volgende maand zit. Omdat ze dus weer een boek heeft geschreven. Maar goed. En dan hebben we nog de moderne etiketten. Ja. En dat is deze keer de wat doe je? Mag je een compliment met een compliment beantwoorden? Dat is heel erg. Heel veel mensen doen dat. Is dat zo? Ja, ik merk dat wel. En ik moet mezelf altijd even op mijn tong bijten, zeg maar, om het niet te doen. Omdat het is eigenlijk best een eerste impuls om dat te doen. Dus daar gaan we het straks. Ja, gaan we het allemaal uitgebreid over hebben. En dan, hoe was je week? Ja, hoe was je week? Nee, hoe was jouw week? Begin jij eens. Lekker. Nou, ik ben begonnen aan een boek. En nee hoor, ik ben helemaal niet begonnen aan een boek. Nee. Heb ik het jou nog niet laten zien? Nee, de Belgische mol is weer in het land. Dat geniet ik heel erg van de Belgische Wie is de Mol. Dat weet ik, dat heb je wel eens verteld. Ja, en dat is op NPO Plus, kan je dat zien. Of op NL Ziet. En dat is. Dat is een wonderbaarlijke versie van Wie is de Mol. Ik vind de Nederlandse Mol ook leuk, hoor. Het is gewoon een ander soort programma, toch, eigenlijk. Waar komt dat door? Waarom is die Belgische nou zo. Jij vindt hem leuker, eigenlijk. Nou, bijzonder, die opdrachten zitten heel ingenieus in elkaar. Dat hebben ze dit jaar trouwens bij de Nederlandse Mol ook meer gedaan. Okay. Ook terecht gekeken naar de Belgische ook, af en toe. Snap ik. En ik snapte al die jaren al niet waarom ze dat niet meer deden. Want daar is niks verkeerds aan. Maar het zit ingenieus in elkaar. Dus ze worden vaak opgesplitst. En dan moet de een iets doen. Maar wat hij aan het doen is, dat heeft dan weer consequenties voor degene wat de andere helft van de groep aan het doen is. Nou, het ziet er allemaal niet wel. Het gaat altijd over vertrouwen en zo. Dus dat ziet er altijd heel goed uit. Dat is interessant. Dus jij werd dus dat blij van. Ja, ik ben blij. En ik wou vorige week nog iets zeggen over Race Across the World. Waarom dat in het Engels moet, weet ik niet, maar niet van. Maar dat wou ik vorige week niet doen, omdat toen net pas de finale was geweest. Dus ik was bang dat ik dan spoiler. Dat vind ik zelf ook nooit zo leuk. Ja, ik wilde nog kijken. Nou, heb je het al gezegd. Ik vind ook dat mensen, ook nog eventjes een goede tip voor mensen van NLZ en zo. Van de
de marketing en van de ontwerpstudio's daar. Dus als je iemand kent... Ja, een hele grote groep ben je nu even aan het benaderen. Als tip door. Ja? Dat als je van die hele kleine fotootjes doet bij een aflevering... dan moet je natuurlijk niet allemaal foto's gaan doen van kandidaten. Want dan kan je al zien wie er in ieder geval in zijn gebleven. In. Ja. Dus als je dan bijvoorbeeld iets terug wil kijken... en je bent 3 afleveringen, snap je... dan zie je al, over 3 afleveringen zit Johanna er nog in. Terwijl ik weet niet of Johanna er deze keer uit zou gaan. Maar dat zie ik al op de foto. Wat moeten ze dan voor het plaatje doen? Want het gaat over die kandidaten. Met de titel? Bijvoorbeeld gewoon wie is de mol? Programma alleen, of, titel. Ja. Of de presentator? Ja. Of van een heel mooi, bijvoorbeeld als in Zuid-Afrika... Of van allemaal gewoon, vanaf het begin, zo'n foto. Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Ja. Maar ik ga niet alvast spoilers in. Maar ik heb wel soms het idee dat mensen er helemaal over nadenken. Zou het? Nou, ja, dat denk ik. Want ik zou denken, als je erover nadenkt... Dan doe je dat niet. Dan doe je dat niet. Nee. Dus dat is de goede tip voor mij. Mooi. Maar dus Race Across the World ja, was vertel. Vorige week dus de finale. En die is dus gewoon, dat kan ik nou zeggen... want we zijn inmiddels een week verder. Dat, ja nu, nou, als je nu nog niet gezien hebt... Dan ben je hebt, geen grote fan. Nou, dan kan je hem nu ook uitzetten, even zo. Of, zo. Oh ja, kan je of ook uitzetten, maar dan kan je ook gewoon even opschrijven... ik ben geen grote fan. Schrijf maar 100 keer, ik ben geen grote fan. Want strafwerk dan ben je geen grote fan. Ja. Wauw. Ja. Ja. Ja, zeker. Okay. Want daar was in die finale, die had gewonnen. Hugo, Kennis en Eva, heb ik even achternaam vergeten. Maar in ieder geval, die waren met z'n tweeën. En die hadden, ja, het was echt ik was emotioneel echt uitgeput toen het klaar was. Want jij was met hun meegereisd eigenlijk. Maar zij hadden een soort emotionele verbinding met taxichauffeur. Daar werd ik echt gewoon, daar kon ik gewoon helemaal niet meer naar kijken op een gegeven moment. Ze kwam uit een busstation. Stond de taxi. Stond een hele leuke, lieve mevrouw. Met slecht rood gekleurd haar, geloof ik. En die stond er zo'n beetje zo tegen de taxi aan. Zo'n beetje. En toen zei ze gewoon, wat kost het om naar het volgende dorpje te komen? Want ze moesten uiteindelijk helemaal naar het einde van de wereld. Dus helemaal naar het klein uiterste puntje van Argentinië. Okay. En ze waren in Mendoza, geloof ik. Zo uit mijn hoofd, hè. Dus zal waarschijnlijk niet kloppen. Maar goed, ze waren daar ergens. En toen komen ze uit en zegt hij, ze wilden naar het volgende stadje of zo. Dat was 100 kilometer verder. Toen zei ze, nou, dat kost zoveel en zoveel. Oh ja, nou... zegt ze, maar dan willen we morgen naartoe. Zegt die vrouw, oh ja, maar morgen... Oh, dat kan ik niet, want het is mijn zoon jarig. En ik heb het geld zo hard nodig, zegt ze. Want dit is mijn eerste dag als taxichauffeur. En mijn vader is met pensioen gegaan. Heb ik die taxi van hem gekregen. Dit is mijn eerste dag, ik heb het geld zo hard nodig. Maar ik kan natuurlijk niet zonder mijn zoon. Dat is zijn verjaardag en zo. Dus zij stonden allemaal al bijna half te huilen en zo. En toen zei ze, ja, maar dat stadje was vlak bij de zee. En ik had mijn zoon beloofd naar de zee te gaan. Dus zij zeiden, van, anders neem je zoon mee. Ja. Dan heeft hij zijn verjaardag en dan gaat hij... niet met, oh ja, zou je denken, ja, nou, even een momentje. Toen ging ze samen denken. Toen zegt die vrouw ineens, waar moet u eigenlijk naartoe? Nou, we moeten 900 kilometer verder. Toen zei de taxichauffeur, zei van, ik kan je ook daar naartoe brengen gewoon. 900 kilometer. Kan je ons rechts 900 kilometer brengen? Ja, nou, iedereen huilen. Iedereen gaat je huilen? Broer, gaat je zoon ook mee? En dan gaan helemaal, dan halen we het. En dan krijg je al ons geld. Dus hadden dan $900 over. Krijg je al ons geld. En dan ging het helemaal omhelzen. En zij ging huilen. En dat was allemaal verschrikkelijk. Toen zeiden ze, eventjes rustig worden. Gaan we eventjes goed over nadenken. Toen gingen ze apart staan. Toen zeiden ze, ja, maar goed. Zij rijdt natuurlijk s'nachts niet door. Dus maar dan... dus dit is, ik vind dit een hele grappige overgang. Vanuit dat huilen meteen heel zakelijk. Wacht nou, even. Zeiden ze van, oh nee, ze waren wel drogen zo aan het drogen. Okay. Nou waren ze weer een beetje rustig geworden en zo. En toen zeiden ze, dan gaan we nu eventjes goed overleggen. Ja. Dus toen gingen ze met z'n tweeën zo apart zijn. Ja, maar zij rijdt s'nachts niet door. En dan, ja, dat is wel, dan verliezen we tijd en zo. Ja, nou, oké, dan doen we het niet. Okay. Maar toen moesten ze terug naar die vrouw om dat te zeggen. En ik heb gewoon het af moeten zetten om even naar het toilet te gaan. Omdat ik denk, ik kan niet zien dat ze nou tegen haar gaan zeggen. We gaan het niet doen. Ik dacht, wat verschrikkelijk dat je dat durft. Ik zou er gewoon niet durven. Ik zou gewoon denken, weet je wat, dan hebben we het maar verloren. Maar we gaan in ieder geval met die zielige mevrouw mee. Dus toen zeiden ze, nee, we gaan het niet doen. En weer huilen en omhelzen. En wat is het dan verschrikkelijk? En toen zei die even, maar we moeten vannacht wel ergens slapen. En toen dacht ik, je gaat toch niet nou vragen of je gratis bij die vrouw mag slapen? Omdat je, wel hoor. En toen zeiden ze, ja, maar hij is een kok en dan gaat hij lekker koken voor uw zoon. Het is zo'n jaar, dat weten wij nog. Mm-hmm. Nou, en inderdaad, nou, dan zie je hun, s'avonds hebben ze dan, heeft hij... meloen en mijn rauwe ham. Dat had hij gekookt. Nee. Dan dacht, nou, als dat het is. Maar goed, misschien wel iets meer. Ik mag het hopen. Maar die zoon had nog nooit meloen op. Oh. En die was 16 of zo. Ah.
Ja, maar noem nooit Meloen op. Ja, dat kan toch? Ze hadden geen geld, begrijp ik ook. Ja, maar Meloen, ik zou denken misschien dat heel die duur. Daar sowieso... Aan de kant van de weg, dacht je. Maar goed, die was nooit op. En met ham heel apart natuurlijk en goed gekookt. En, maar verder hadden we niet gezien. Misschien heeft ze nog wel echt iets leuks gekookt. Maar het zou ook kunnen dat dit het was. In ieder geval, toen zitten ze zo te praten en zo. En toen zeiden ze, of zullen we het toch doen? Dat we met haar toch gewoon niet nemen. Dus toen gingen ze weer, en we doen het wel! En toen dacht ik, nou, maar nou moet... Wat er nou verder ook gebeurt, nou moet je in die taxi gaan zitten en dan moet je in één ruk doorrijden. En dat deden ze. Oh. En toen liep het dus goed af. En dat was een hele leuke vrouw. Maar die moesten dus daarna die 900 kilometer ook terugrijden met die zoon en zo. Maar ze kreeg best veel geld. Ja, ze kreeg niet. Maar goed, dus was wel echt dagen moesten ze, waren ze aan het rijden natuurlijk dagen. Met die taxi. Ja, 2 of zo. Maar in ieder geval, en toen hebben ze, kwamen ze dus daaraan en toen hebben ze dus gewonnen. Ook nog gewonnen. Ah. En goed gedaan. En heel goed gedaan, alhoewel, een klein puntje van kritiek, vond ik vond ze een beetje te veel spelen op we zijn cute en we zijn heel lief en we gaan naar elke balie zo staan te kijken als Puss in Boots van kunnen we korting krijgen, want we zijn 2 studenten. Ja, maar ik denk dat programma diep het doet. Diep in de 50. En we kunnen natuurlijk geen korting krijgen als student. Maar dan zeiden ze, ja, nee, we zijn nog studenten. Ja, maar jij probeert natuurlijk alles. Dat kan ik me wel voorstellen. Ja, maar als je er elke keer dus iemand ziet doen, dan denk je, minder leuk. Het wordt gewoon minder aantrekkelijk. Zou dat jij denkt, meedoen aan zo'n programma? Nee, want ik zou nooit zo bij vreemden kunnen slapen en zo. Dat zou ik heel moeilijk vinden. Ja. Ik ben iemand, ja, nee, dat durf ik. En ik durf ook niet iemand die geen geld heeft, vragen ook nog gratis of mag gratis, slapen. Ja. Dat vind ik, ja, dat kan ik gewoon niet. Nee. Dat vind ik te pijnlijk. Maar goed, het is superleuk om te zien. En ik vond hun ook helemaal goede winnaars. En Howard en die Dre, die deden nog mee. En Bastiaan Ragas en Sam wat natuurlijk. Wat werden zij? Ze werden derde van de drie. Dus dat is hartstikke goed. Dus nee, dat was hartstikke leuk. Hartstikke en zij waren ook heel erg leuk. En ik vond het een topprogramma. Okay. Ik vond echt nogmaals, ik hoop dat het terugkomt. En ik vind het een heel leuk programma. Maar jou hoeven ze niet te bellen. Maar mij hoeven ze niet te bellen. Hoe was jouw week? Nou, over taxis gesproken. Ja, daar hadden we het over. Ja, dus daar heb ik het bruggetje. Ik had het ook niet hoeven zeggen. Maar ik zat in een taxi en het gekke was, wij stonden op een gegeven moment stil op de weg. Niet op de snelweg of zo. Nou, het was bij mij in de buurt. Maakt niet uit. Ik was bijna thuis. Oké. Okay. En we staan in een zijstraatje. En die taxichauffeur kan niet door. Dus ik kijk een beetje zo van, waarom staan we stil? Staat er een motor op de weg? Dus niet echt een motor. Tussen een motor en een brommer in. Ook geen scooter. Ik weet niet precies wat het was. Ik kon niet zo goed zien. Maar ik dacht, waarom staat die auto daar? Staat dat ding daar? Dus hij ook zo. Dus hij begint te toeteren. Want hij denkt natuurlijk, ik wil ook door. Het metertje loopt voor mevrouw, maar ik wil ook door. Komt er een jongen naar buiten uit een winkeltje. Heel rustig met een helm op. Dat je denkt, een bezorger of zo. Gaat heel rustig naar die motor. Die taxichauffeur, die gaat helemaal los. Die stapt of springt uit de auto en begint te schelden. En ik denk, nee, wat niet doen. Nee. Wat doe je nou? Ja. En het wordt zo, niet zo erg. Want die jongen reageert eigenlijk nauwelijks. Ja, die had ook misschien een helm op dat hij niet zo goed hoorde. En dacht, ik weet niet, heeft hij tegen mij? Maar die zat helemaal in zijn eigen bubbel. Ja. Dat was duidelijk. Dat had helemaal niet door dat hij ook gewoon op de stoep kon staan. Precies. Maar die stond midden op de weg. En die taxichauffeur die scheldt nog eens wat. En die stapt weer in de auto en zegt hij, kut Marokkaan. En ik zit daar zo en ik denk, wat moet ik nou zeggen? Ik vond het zo vervelend wat er gebeurde. Hij was zelf gekleurd. Dus ik dacht, Wat gebeurt hier? Nou, dus ik dacht, we rijden even een stukje door. En toen zei ik toch van, waar kom jij vandaan? Zei ik. Dat was mijn eerste vraag. Ja. Toen zei hij, Turkije. En toen zei ik, met de slechtste zin die je kan bedenken. vandaar, kut Marokkaan. Met een vraagteken. Ik wist gewoon niet. Ik moet dit gesprek. Je moet, En toen zei hij, maar dat zei ik heel zachtjes. Alleen tegen jou. En ik dacht, ik wist gewoon niet hoe ik het op moest lossen. En toen waren we ook alweer thuis. En toen heb ik hem heel vriendelijk bedankt en betaald. Maar ik vond het zo ongemakkelijk. Ja. En ik was natuurlijk eerst heel bang. Maar het grappige was, ik sla een stukje over. Want ik wilde eerst hier naartoe. Maar hij riep ook nog tegen die jongen. Ja, en wat sta je hier nou te doen? Ik heb een zwangere vrouw in de taxi. Die moet bevallen. Nee. En ik zat er zo.
maar moet ik dat nou gaan spelen? Want zo ben ik. Ik denk meteen, ja. Oh, nou moet ik meedoen aan een verhaal. Want ik dacht, dadelijk kijkt die jongen, die kijkt natuurlijk in die auto. Nou, gelukkig keek hij niet. Maar toen we langs reed, zat ik een beetje zo. Want ja, als hij maar niet kijkt, het gewoon dat ik het ben of zo. Die jongen gaat herkennen. Het was allemaal heel ongemakkelijk wat hij zo deed. Maar goed. Ja, en waarom zat ik in een taxi? Omdat ik heel stom op de sportschool. Oh, ik ben heel erg fanatiek aan trainen, zoals jij weet. Ja, daar wordt gezucht aan nou, de andere kant nou, van de ja, ik vind, kom maar. Ik weet het. Ik vind zet dat, me weer even schrap. Nee, maar ik vind dat jij heel je leven, jouw lichaam echt... Ik weet niet wat geweld allemaal aan doet. Nou, geweld aan doet. In de positieve zin? Wat nou, met de smoes van, ik wil gezond doen. Maar ik heb altijd het idee dat jouw lichaam denkt... Alsjeblieft, zullen we het gewoon houden? Nee, maar want dat is elke keer de verwarring, volgens mij. Dat is jouw eigen lichaam die tegen jou praat... Ja, misschien. Via mij misschien, maar ik denk maar ik dat vind dat je lichaam te veel aan... Want nu ben je elke dag aan het trainen. Ja, dat is een korte periode. Maar goed, ik stond op een apparaat in de sportschool. En dat is zo'n trapding. Dan moet je zo'n stairs. Zoiets heet dat. Nee, niet dat. Je loopt echt drie, vier trainen. Precies, gully maar die band die beweegt, dus je kan de hele tijd doorlopen. Maar ik ben heel snel afgeleid. Dus ik stond te kijken naar een man die op de lopende band stond. En je moet heel erg opletten natuurlijk op die... Want dat ding loopt door. Maar die man ging er ineens af en ik zag die band nog doorlopen. Oh. En ik heb heel snel dat ik dan denk... Oh, is die man niet goed geworden? Oh. Kan ik heel snel hebben. Dan zie ik iemand in de kleedkamer liggen en dan vraag ik ook meteen... Gaat het? Ja hoor, zegt ze dan. Ik ben gewoon moe. Je laat maar even met rust. Ja, nou, ja. Dat zei, nee, ze zei daarna, stond ze op, zei ze trouwens heel lief. Thanks for asking, ze was Engels. Oh, sorry, I don't understand English. Zei ik toen. Nee, maar ze zei, nee, very nice, very, very kind of you. Maar dus die man loopt weg en die trap is niet zo lang. Dus dat zijn maar een paar treden. Dus ik val er bijna van af en ik corrigeer mezelf. En dat had ik niet moeten doen. Ik had er beter vanaf kunnen vallen. Gewoon een beetje zo'n lullig valletje waarschijnlijk. Maar door die correctie heb ik nu een gekneusde zwevende rib. Daar kan je wel maanden mee lopen. Dus ik heb nu ook zo'n band aangeschaft. Oh. Ja, want je kent me, determined, ik sport gewoon door. Maar goed, dus dat heb ik ook nog meegemaakt. Maar daarom zeggen mensen altijd, als je valt en zo, kan je het beste dronken zijn. Ja, dat was ik niet. Want ik drink ook niet. Want dan corrigeer je jezelf niet. Ja, en het corrigeren, daar zit de bottleneck. Dus je kan het beste als je gaat sporten. Dus een beetje zuiver van tevoren. Nee, maar ik mag ook zes weken niet drinken. En wat hoop je dan? Wat hoop je? Nou, ik merk al dat ik fitter ben. En ik had gewoon, het is een reboost. Ja, maar weet je wat ik ook leuk vind om te merken aan dat je elke dag iets moet? Dat je ook een beetje denkt, nou, moet ik niet zo zeuren over dat ik een pijntje heb? En dat hoorde ik vaker van sporters. Dacht ik altijd, nou, als ik een pijntje heb, dan moet ik stoppen met sporten. Want dat is het lichaam wat aangeeft. Nee, dat valt wel mee. Je hoeft niet meteen te stoppen. Je hoeft niet meteen als een prinses in bed te gaan liggen. Op 7 matrassen. En ze denken, oh, ik ben duizelig. Mijn lichaam geeft aan dat er iets is. Ja. Nee, maar je lichaam, bijvoorbeeld, ik hoor wel eens dat sporten, bijvoorbeeld rennen, bijvoorbeeld helemaal niet goed voor je knieën. Nee, dat is niet goed. Dus al die mensen die al dan elke dag sporten, want ik fiets natuurlijk heel door het Vondelpark, want daar wonen wij, dat je zie ik allemaal mensen rennen, groepjes, denk ik, ja, daar gaan je knieën. Ja. Denk maar je dan. Sommige knieën ik voel kunnen ze, dat. Ik voel ze knak, gaan, knak, knak. Terwijl ik langs rij, ja. Ja, sommige lichamen zijn daar natuurlijk wel goed voor. Maar goed, dus het was me weer een week. Nou. Ja, hè? Ongelooflijk. Maar elke goed. Dag doe jij dus die training. Ja, maar even nog maar. Ja, maar je doet wel zoveel dingen, maar dat is best wel heel zwaar. Intent. En een goede. Je bent wel een goede, echt een doorzetter. En weet je wat ook leuk is? Ja, dat ben ik. Dan ga je met je vinger. Dat is deze plek, denk ik. Ja. Want als je hier zit, dan doe je dat. Wat ook leuk is, dat ik ga daarna altijd even de sauna in. Want dan heb ik het gevoel, dat is ook goed voor mijn lekker dat ontspannend vraagt je lichaam. Meteen. Ja. Zouden we even dus... de sauna in kunnen gaan, vraagt je lichaam dan. Ja, en dan zeg ik, ja, prima. Ik heb toch niks te doen. En dan heb je hele leuke gesprekken soms. En dat was ik vroeger, vond ik dat doodeng. Dan dacht ik altijd, nou, ik ben hier al best bloterig. Ik zit in een bikini, hè, dat ik dat wel even gezegd heb. Oh. Het is namelijk in een hotel, Soho. Maar dat maakt er niet uit. Nou, maar je hebt sauna's waar je niet in bikini mag. Nee, precies. Dat. Moet je gewoon je kleren aanhouden. Uit. Ja. Alles uit. Maar goed, dus er zijn soms leuke gesprekken. Zoals bijvoorbeeld, wat heb je nou een leuk gesprek gehad dat je dacht, goh, dat weet ik nog. Dat is echt een leuk gesprek. Die had ik in de sauna. Toen zei die meneer of die mevrouw, die zei... Ik kan het vertellen, want het wordt waarschijnlijk uitgeknipt. Maar ik kan het zeker even proberen. Laatst had ik een grappig gesprek. Dus een tijdje geleden zaten er al twee mannen in de sauna. Die waren in gesprek. Oh.
Kijk, mijn theorie is in Zandam stil. Oh. Stilte, gewoon. Ja. Maar als zoals mensen in de lift. Nee, waarom moet je daar stil zijn? Oh, lift vind ik ook altijd belangrijk om stil te zijn. Oh ja? Ja, wij zeiden altijd als met mijn moeder de lift is, zei ze tegen mijn moeder, niks zeggen, niet gaan praten nou. Want mijn moeder was in eigen, als er dan een kind stond ze of zo. Ze schaamde zich dan. Dan ging ze gewoon ging ze praten. Terwijl wij zeiden altijd, we gaan er in de lift in, stil zijn nou. Stil zijn, niet praten. Dus dan, maar daar trok mijn moeder zich helemaal niks vandaan. Maar bij, ik vind altijd lift beter stil zijn. Ja, nou, dat dacht ik, dat heb ik altijd bij de sauna. Maar in ieder geval, er waren twee mannen aan het praten. En die ene man, ik kom binnen en die ene man zit er nog even te puffen en te steunen. En die gaat weg. Nee, zo erg was het niet. En die gaat weg. En, maar ik hoor hun gesprek. Dus ja. Ik kon het niet laten om tegen die jongen te zeggen. Want die man vertelde aan de andere jongen die nog bleef. Ja, ik ben een beetje in het Engels. Er zijn heel veel buitenlanders. Anders daar, maar ik zat in het Nederlands doen. Ik ben een beetje aan het uitzweten van Koningsdag. Oh. En ik zat in die sauna en ik dacht, is dat niet een week geleden, Koningsdag? Dus ik zat daar zo. En ik wilde het zeggen. Ik dacht, nee, ik ken die man niet. Niet zo bij de hand doen, Isa. Maar op het moment dat die man de sauna uit was, zei ik tegen die andere man, that was a week ago, right? Weet je wel zo. Ja. Dus toen ging ik toch met hem ook in de babbel. Dacht ik, wat grappig is dit. Dat het, ja, een code. En volgens mij is het ook hoe ouder ik word, dat ik meer aan het praten ben. Wat mijn moeder ook deed. Ja. Met vreemde mensen praten. En ik doe het nu ook steeds vaker. Ik vind het leuk hoor. Ja, het is ook met vreemde wel mensen te praten. Maar niet in de lift. Maar, ja. Mooi afgerond. Ja, en ook niet in de sauna, want daar krijg ik hoofdpijn van. Jij gaat sowieso de sauna. Nee, want daar krijg ik hoofdpijn van. Weet je nog dat ik jou een cadeau heb gegeven? Ja, weet je dat nog? Als In zo'n ei, hoe heet dat? Oh, floten. Oh, nou, daar kan ik zelf bijna niet over praten zonder dat ik het moet overgeven. Dat is zo'n dobber-ei, zeg maar. Ja. Dus dan ga je in en dan kan Het is groot, hè? Dat je het wel even. Ja, het is heel groot. Je kan erin liggen en het is gevuld met zoutwater. Ja, met zoutwater. Daardoor blijf je drijven. Ja, en dan kan je de floten, ja. En dan kan je zo'n ei, zo'n heel groot ding, kan je dicht doen. Je kan open doen. Je kan er met geluid, je kan er met muziekje, licht uit aan. Nou, ik heb en ik dacht, wat geprobeerd. Een leuk cadeau als ter ontspanning voor Mark Marie. Dus ik lig daar en ik dacht, ik moet direct kots ik heel het ei vol. Want ik werd daar zo misselijk van. En ik had alles geprobeerd. Ik had het open gedaan met wind, met geluid, zonder geluid, met licht, zonder licht. Ik had alles geprobeerd. Ik was een half uur, ik was kapot toen ik eruit kwam. Ja, dat was toen heb heerlijk. Ik bij een boom naast de gracht staan te kotsen. Omdat ik gewoon, ik vond het verschrikkelijk. Het was goed bedoeld. Ja, ik hoopte dat dit het effect was. Ja, natuurlijk was het goed bedoeld. Ja, maar dat was echt wel... Oh, wat was dat een verschrikkelijke cadeau. Ja, ik heb nog eens wat. Maar goed, dit was onze week. Zeker. Dan gaan we nu naar het thema. En het thema is deze week, moet je eens luisteren. Het thema is gewoontes. Heb je ze? Ik heb heel... veel gewoontes. Noem eens wat. Soms, nou, bijvoorbeeld als ik van Amsterdam naar Tilburg rijd, dan heb ik in een periode van, ik denk, 2 jaar of zo, neem ik die route. Wat zo fijn is in Tilburg, heb je verschillende routes hoe je van Amsterdam naar Tilburg kan komen. Dus je kan via Breda, je kan via Den Bosch, je kan via Dongen, je kan via Rijen. En dan heb ik 1 jaar lang, denk ik, of 2 jaar lang, denk ik, dat is nu mijn route. Dus ik hou heel erg van gewoontes. Dus ik weet dat wij... bijvoorbeeld met De Wereld Draait Door gingen Matthijs en vrouw van Matthijs, Karen en ik, gingen elke vrijdag na De Wereld Draait Door gingen we eten bij Café Amsterdam. Ja. Daar at ik dan altijd hetzelfde. Ja. Zij aten ook altijd hetzelfde. Want, oh, dat is grappig. Zij zijn ook heel erg gewoonte. Dus we zaten op dezelfde plek meer. Aan tafel. Ik hou daar heel erg van. Ik kan heel erg genieten van... iets, bijvoorbeeld zondag met Annette gaan we meestal naar Puccini, gaan we lunchen. En je verheugt je er dan? Kan je er ook echt op verheugen? Ja, ja. Ik vind dat heel erg fijn. Dus ik hou van het bekende. Ja. Ik ben ook iemand die, ook na een voorstelling vind ik het hartstikke leuk als mensen even zeggen van ik vond het hartstikke leuk. Maar ik ga dan toch praten met mensen die ik goed ken. Ja. En ik heb ook collega's die zijn altijd praten met mensen die ze helemaal niet kennen. Ja. Die laten eigenlijk mensen die ze goed kennen altijd maar wachten. Terwijl ik denk, ja, dat zijn je vrienden. Dat zijn de mensen die daar... snap je? Maar ik ken mensen die gaan eigenlijk altijd voor de onbekende mensen. Vinden ze altijd interessanter dan de mensen die ze al kennen. Misschien nog even applaus halen. Ook dat. Ja. Maar ook altijd onder de indruk van mensen die ze niet kennen. Terwijl ik ben meer onder de indruk van de mensen die ik ken. En jij? Ben je gewoon de mens? Ik ben ook meer onder de indruk, ja.
Ik hou er ook van, want dat geeft toch een soort basis iets. Maar ik zat er zelfs over na te denken, want we hadden natuurlijk dit thema gekozen. Toen dacht ik, wat zijn eigenlijk mijn gewoontes? Waar slaap je? Aan welke kant van bed slaap jij? Oh ja, ik slaap dus als je in bed ligt, zeg maar. Dus je ligt zo, dan slaap ik rechts. Oh, ik ook. Dan kunnen wij dus nooit in één bed. Oh, maar ik kan. Ja, ik ook. Nee, dat kan ik ook. Maar waarom lig je rechts? Want ik lig dan het dichtst bij of de deur. Of ik lig het dichtst bij, dus het is helemaal niet altijd rechts. Of het dichtst bij de wc. Ik lig liever niet aan de raamkant, maar liever aan de kant richting de deur. Oh, maar ons raam zit achter ons. Ja, precies. Dat maakt niet zo. Dus het maakt bij ons niet uit. Maar als je ergens anders slaapt, in een hotel? Als ik ergens anders, ja, merk je toch dat ik vaak aan die rechterkant. Maar als inderdaad daar dan... Het al gaat liggen. Ja. Stel, ik spring erin, dan denk je, prima. Dan kan ik ook aan de andere kant. Ik ben niet iemand die dan hysterisch volhoudt aan die kant. Nee. Maar... Ik kan bijvoorbeeld ook niet zonder tanden poetsen naar bed. Ik moet mijn tanden poetsen. Ja. Als ik in slaap van, ik ga wel eens in bed liggen. Dan denk ik, oh, even liggen. Heel dom. Ja, en beter gewoon je tanden poetsen. Wat denk je hebben. Dat er gaat gebeuren? Ja, weet ik ook niet precies. Ik denk, ik ga zo mijn tanden poetsen, omdat ik dan zo moe ben of zo. En dan word ik 's nachts wakker, ben ik natuurlijk in slaap gevallen, is licht aan, echt super stom. En dan ga ik nog mijn tanden poetsen. Ben je dan gedronken? Nee, dat kan dan. Dat je gedronken hebt. Dat je kan. Denkt, ik ga even op bed even liggen. Even kijken, hoe was dat bed? Ja, dat is mijn bed. Even kijken hoe dat ligt. Nee, maar ja. En dan word je s'nachts wakker en dan ga je nog je tanden poetsen. Nou, als ik mijn tanden niet poets, ik probeer dat ook wel eens. Dan ga ik in bed liggen en dan denk ik, oh, ik ben gewoon te moe. Ik heb dat gewoon bedoel geen ik. Ja, nee, maar. Bij mij moest er weer drank bij. Nee, ik weet dat jij niet drinkt. Nee, maar dan val ik niet in slaap. Oh. Maar dan lig ik in bed en dan zie ik de gaten in mijn tanden vallen. Nee. Ja, dan zie ik, dan denk ik, oh, nou gebeurt het. Dan voel ik zo dat ze in mijn tanden aan het hakken zijn. En dat er zo, denk ik, nee, ik moet eruit. Ik moet die beetjes wegpoetsen. Want dat heb ik dus daar. Maar dat komt ook een beetje door Schimpie en door al die dingen op tv. Oh. Van de reclame, dan maken ze het zo visueel. En dan wordt het ook visueel bij mij. Dus ik kan tegen mezelf zeggen, ach, doen ze kinderen, ik blijf gewoon liggen. Dan kan ik nog 1 seconde blijven liggen. Maar dan denk ik, ik moet gewoon nu met tanden gaan poetsen. En dan ga je ook je voeten wassen. Want anders krijg je voetschimmel. Nee, dat doe ik dan weer niet. Ach. Nee, dus ik doe me dan. Ik kan inderdaad ook niet naar bed zonder mijn tanden te poetsen. Nee. Maar dat vind ik, ja, dat zou ik. Maar daar ben ik gewoon iets te hysterisch voor. Ja, dat klinkt wel zo. Ja, dus ik ben maar wel goed. Ja, dat is niet slecht. Voor de tanden. Nee. Maar ik ben wel een gewoonte mens. Ben je dwangmatig in sommige gewoontes? Nee, ik ben niet dwangmatig. Want ik kan mezelf wel ernstig toespreken. Ja. Dus ik kan gewoon tegen mezelf zeggen van nou niet aanstellen. Gewoon dit even doen of dat even doen. Of ja, dat. Maar je hebt geen dwangmatige gewoontes, behalve dus dat tandenpoetsen. Ja, nee, ik heb geen dwangmatige gewoontes van 100 keer in de auto teruglopen of die dicht is en maar zo. Maar dat is natuurlijk wel heel erg. Ja. Dat hebben mensen. Ja. En die blijven maar of terug en dan het gas of het gas goed uit is of zo. Of de deur dat? Goed dicht is. Ja. Of altijd op... AC, hoe heet het nou? Ja. COD? Ja, zoiets. En dat je niet op... Weet je, dat, en met cijfers heb ik het ook helemaal niet van 13 of niet... Nee, ik ook niet. Heb ik helemaal niet. Ik heb een nieuwe gewoonte, koud douchen. Oh, die heb ik al vrij lang. Is heel goed voor je. Ja. Maar dat doe ik mezelf niet aan. En waarom verrast me dat nou niet? Nee, maar dan denk ik, waarom zou je jezelf dat aan doen? Zou nou, ik denken? Omdat ik het lekker gezond vind. Oh, nee, ja. Ik vind het dus echt lekker. Ik voel echt zo, voem, dat het bloed door je... Ja, ik heb natuurlijk heel goed contact met mijn lichaam. Ja. En mijn lichaam zegt, dankjewel. Ja, dus daarom doe ik het maar, iedere want dag. Heb jij een thermoskan? Thermoskan. Die hebben met koud water gevuld. Nee, heb je een thermoskraan? Nou, ik kan gewoon van warm naar koud draaien, de knop. Wat bedoel je? Ja, dus je hebt warm en koud water. Ja. Of niet? En heb je nog een thermos? Nee, ik heb gewoon 1 knop. Die kan ik zo. Hij staat op warm. Precies, ja. En dan kan thermos. Ik hem zo helemaal naar beneden draaien. Ja. Dat doe koud. Je dan helemaal op koud. En dan hoe lang? Dat tel ik niet. Want ik weet dat dan eigenlijk moet. Maar dat, daar ben ik dan weer niet zo streng in. Oh, want dus ik ken het een vriendin. Kan een halve minuut of een minuut zijn, weet ik niet. Een vriendin, die heeft ze volgens mij ook wel vaak verteld. Loes Luca doet dat. Die heeft dan, doet alleen met koud haar borsten. Oh. Dus zo 10 keer zo de ene borst en dan zo met koud zo 10 keer soort, zo de andere borst. Dan blijven ze mooi... Koud. Pim. Ja.
Ja, dat is voor de borst heel goed. Oh, dat zal dan bij mij ook werken. Ja, dat werkt bij jou ook. Nee, waarschijnlijk. Dat denk ik. Want, en het maakt niet uit hoe lang. Nou, echt 5 seconden heeft geen zin. Als je zo koud doet. Ik vind het lekkerst. Als ik op een gegeven moment denk, oh, nou ben ik er doorheen. Ik ben er nu aan gewend. En dat doe je elke dag? Iedere dag. Maar niet 's avonds. Dat doe ik alleen in de ochtend. Als ik 's avonds douche, dan doe ik dat niet. Want ik wil niet wakker worden dan. Dan wil ik gewoon lekker ontspannen. Ja, dan ga ik liever in bad. Maar je kan ook, want dat vind ik zo fijn. Bijvoorbeeld als ik bijvoorbeeld... Ja, ik was tegen het strand gaan, maar wanneer ik ooit naar het strand ga, ik zou niet weten. Maar nou, als ik bijvoorbeeld in de duinen ben geweest. Maar dat rozige gevoel. Oh, als ik naar Oosterwijk ga bijvoorbeeld wel, dan ben je wel eens in de bossen. Ja? In de bossen kan je het ook zo hebben. Dan ben je in de bossen en dan voel je jezelf zo heel rozig als je thuis komt. Okay. Dat vind ik super fijn. Dat vind ik een soort gevoel wat heel prettig is. Ja. Dat zoek ik dan wel eens op, dat gevoel, zeg maar, voor mezelf. Vind ik fijn. Dus dat doe ik wel. Vooral in de zomer ga ik dan naar de Groot Spijk in Oosterwijk. En dan kan ik zo lekker rozig worden. Grappig, ja. En dat, daar verlang je dan naar. Ja. Ja. Dat is goed. Ja, dat vind ik fijn. Okay. Ben jij een gewoontemens? Of zeg jij, nou nee, gewoontes. Ja, maar ook wel weer om te doorbreken af en toe. Vind ik dan ook verfrissend. Vroeger beet ik nagels. Oh ja. Nou, is dat een gewoonte of een... Dat is geen gewoonte, een tik. Ik ben heel blij dat ik daar vanaf ben. Hoe ben je er vanaf gekomen? Gewoon niet doen. Volwassen mensen die nog nagels bijten. Ja. Zo heftig. Ja, nou, als je helemaal eraf bijt. Ja. Maar ga jij dus, als jij zegt, mijn nagels zijn te lang, ga je die dan met een schaartje knippen? Veilen. Maar mijn nagels groeien niet zo goed. Want gelukkig, daar is het onderwerp weer, door de overgang heb ik dunnere nagels. Dunnere nagels? Oh, ja, slappere, breekbare. Ja, dun, maar dan ben ik heel mijn leven al in de overgang. Want ik heb altijd gewoon een soort hele slappe, dunne, nagels. Daar kan je ook gewoon pech mee ja, hebben. Ja hoor, ik ben ook. Ja, zou kunnen. Maar ik doe bijvoorbeeld, ik hoef ze nooit te knippen. Omdat ik inderdaad wel een nagel bijt. Ja, maar ik bijt niet helemaal dat zo alles. Van tot, dat helemaal tot bloedens toe, zeg maar. Nee. Dat je... Oh ja, zo erg? Dat je niet kan stoppen. Dat je bijna gewoon het topje eraf knauwt, zeg maar. Oh, ja, dat ken ik wel mensen zo... die dat doen. Die zo helemaal zo ja. Met bloedende mond zo... Heel vrolijk het gesprek voeren. Ja. Ja, nou, en ook nog die met hun andere hand er ook nog bij gebruiken. Om het nog dichter, zeg maar. Nee. Ja, ik ken die wel iemand. Bijvoorbeeld een acteur. Ja, een heel bekende acteur. En die knauwt ook de zijkanten zo af van heel zijn handen, zeg maar. Dus die heeft bijna geen handen meer, geen vingers meer. Zijn van die stompjes. Heeft bijna geen vingers over. Ja, zit altijd helemaal zo onder het bloed van het Hij heeft wel veel werk, ja. Dus op zich. Maar het is zenuwen natuurlijk. Tuurlijk. Die ontzettend zenuwtrek. Onzekerheid, zenuwen. Nou, zeker toch niet? Nou, bij kinderen die nagelbijten, denk ik. Oh ja? Soort... Zenuwen ook? Ja, of zenuwen. Kunnen heel zeker zijn, maar gewoon wel zenuwachtig. Zenuwen, bij deze. Zenuwen. Ja. Zenuwen. Nee, dus hoeveel sterren geef jij gewoontes? Ja, ik vind gewoontes ook leuk. Als het leuke gewoontes zijn. 4. 4. Mooi. Het klonk 1, als een... 2, 3, 4. Ja, maar 4. Klonk ja, een beetje half, zo. Vond ik jou zo 4. Mooi. Okay. En ik geef gewoontes. Want ik vind gewoontes namelijk ook heel erg fijn warme jasrig-achtig. Dat je zo heel zo lekker... Ja, dat je het kent, dat je het weet. Ik ben helemaal niet zo van nieuw. En Goh, we gaan allemaal nieuwe mensen ontmoeten. Nee. Nou, liever niet hoor, dames en heren. Dus geef maar gewoon lekker. 1, 2, 3, 4, 5. Gewoon toch maar... Ja, ik weet dat ze zijn met Tony niet dol als ik 5 sterren geef. Want ze vinden ja, het maar fijn, ik vind leuk ook als dat je ervoor uit moet komen wat je vindt. Ja, toch? Ja, dat mag. En ik, het is ook een gewoonte om 5 sterren te geven. Nee, dat niet. Nee, dat niet. We gaan naar het rollenblad. Nou, ja, ik mag het eigenlijk niet rollenblad noemen. Ik maar zie het ineens is... ook zo'n leuk match. Zie je dat? Met wie staat er voorop? Nou, Loretta Schrijver. Loretta Schrijver. Ja, en ze is gasthoofdredacteur. Oh. Dus ze heeft het hele blad mee mogen samenstellen. Het gaat heel veel over dieren en zo. Ze staat heel lief er... over met haar hondje. Ja. Ja, ze is, vind je Loretta leuk? Mm-hmm. Waar, ken je haar goed? Nee, ik ken haar. Ik ben een paar keer natuurlijk ontmoet, maar niet heel vaak. Oh. Want, niet heel vaak. Maar als ik haar ontmoet, vind ik haar hartstikke aardig. Bij de Maas Singer is zij natuurlijk...
Oh ja, maar dan ontmoet je iemand niet echt. Dat dacht ik later nog, want je gaat naar huis. Oh, daar hebben we natuurlijk altijd hetzelfde jaar in gezeten. Ja. Maar nooit in hetzelfde programma, nooit hetzelfde show. Het interview is gedaan door Antoinette Schulderman. Die vind ik altijd heel goed schrijven, heel fijn. Ja. En het gaat natuurlijk even over dat ze ziek is geweest. Ja. Hè? Ze heeft kanker gehad en dat is best wel pittig geweest. Maar ze heeft een paar hele leuke opmerkingen in het interview. En dan zegt ze ook in het begin, ja, was ik eigenlijk heel nuchter toen ik hoorde dat ik kanker had. Dacht ze, oh ja, dan ben ik dus nu aan de beurt. Want ja, waarom niet? Oh ja. Dat je denkt, wat een grappige reactie. Ja, ziet ze wel zo zeggen. Ja, dat. Nou goed, maar het is uiteindelijk heel zwaar geweest. Hè? Heel traumatisch. Er zijn heel veel dingen niet goed gegaan. De wond die niet goed genas en abscessen in de baar. Echt een afschuwelijk horrorverhaal. En dan vertelt ze daarover, de dag na de operatie had ik bami gegeten. Dus ik dacht, bami? Ja, dat mocht weer. En dan doe ik dat. Dat snap ik ook. Maar die bami kwam er natuurlijk 's nachts uit. Want dat was nog niet helemaal het goede idee. En zij lag nog helemaal plat, verdoofd. En ze moest zo hevig overgeven dat ze bang was dat ze erin zou stikken. Oh. Want het was ook nog pikdonker. Ze wist gewoon helemaal niet hoe ze om hulp moest roepen. Nou, dus het is eigenlijk wel een wonder dat ze dat wel heeft kunnen doen. En toen zij eenmaal uit het ziekenhuis kwam, durfde ze ook heel lang niet meer over te praten. Ze heeft er echt een trauma van. Want ze heeft namelijk ook een jaar een stoma gedragen. Ja, dat weet ik. Dat weet ze eigenlijk niet meer. Vind je dat niet wonderlijk? Dat vind ik wonderlijk. Ja, wat zegt ze nou? Want ze heeft EMDR-therapie gedaan. Oh, weet je wel? Waardoor je de meeste nare herinneringen wel kwijtraakt. Maar ze weet dus bijna niks meer van die stoma. Terwijl ze uren per dag met dat ding bezig was. Alleen zegt ze het litteken wat er zit. Dan weet ik nog dat dat er was. Nou ja, dat doen je hersenen. Ook wel weer mooi, want het was too much. Die en dan komt je het vanzelf af. Wel het moment dat je het aan kan. Ja. En dan kan je ermee aan de slag. Ja. Zij praten ook liever niet over. Want en ze zegt ook, als je er heel erg mee bezig gaat zijn, dan dadelijk komt het weer. Of wordt het. Oh, hè? Wat ik denk, dan wordt het weer. Ja, daar zou ik altijd wel bang voor zijn. Als ik zoiets heb gehad, dat je denkt, ze heeft bijvoorbeeld al het hele leven bronchitis. Maar dan ligt ze 's nachts te hoesten en denkt ze, het is terug. Oh ja. Terwijl ze weet, ik heb bronchitis. Ja. Maar nu, is natuurlijk, hè, waar we het als volgens mij ze eerder over hadden, voor en na. Dit is gewoon, dit is gewoon heel heftig als je dat hebt gehad. Ja. Ja, dat over dat onnozel zijn van haar, daar zegt ze dus over, viel me op. Ik zeg die dingen altijd heel bewust. Maar ik word er altijd voor gebruikt in programma's als bloopers. En mensen vinden dat leuk om mij onnozel neer te zetten. Wist je dat van haar? Nou, ik weet dat zij ik weet dat zij volgens mij niet meer bij de Wereld Draait Door wou komen, omdat die ooit eens een filmpje van haar heeft gebruikt in dat TV Draait Door, dat zij heel vervelend vond. Hier staat aan het eind, zag ik ook. En ze heeft dus Matthijs en Dielke toen een brief geschreven en gezegd, jullie zijn aan het framen. Want ik krijg zoveel nare reacties hierop. Terwijl haar man toen zei van, joh, waarom lees al die dingen niet? Weet je, laat het los. Dat kon ze niet. Nou ja, dan kreeg ze niet echt een reactie. Zo alleen maar als die ook had gezegd, jammer dat je er zo over denkt. Oh. Nou goed. Ja, ik weet dat ze daar... Dat ze dat, vond ze echt naar. Ik weet eigenlijk helemaal niet over welk filmpje dat precies gaat. Maar... Ze zegt gewoon... Het zijn verknipte filmpjes in elkaar geplakt, waardoor ze heel dom lijkt. Ja, terwijl volgens mij iedereen heel erg sympathie voor haar heeft. En ook dat wel snapt, waar dat vandaan komt. Niemand denkt dat zij dom en onnozel is, volgens mij. Ook niet door die filmpjes. Nee. Want ik denk altijd dat het ook goed is om daar zelf ook een beetje luchtig in te staan. Ik snap ook, hoor, dat het hartstikke moeilijk kan zijn en moet je vooral niet doen. Maar dat is allemaal nooit slecht bedoeld. Nee. Wist jij dat zij bekend staat als opvliegend? Nee. Vind ik helemaal niet bij haar passen. Nee, ik ook niet. Maar dan zegt ze ook, dat is mij altijd nagedragen. Terwijl ik natuurlijk nooit zomaar kwaad word. Er gaat een hele periode aan vooraf. Dat je niet bent gehoord. Maar goed, ik heb inderdaad altijd veel oneenigheid gehad. Oh. Dus ik dacht, die lieve Loretta. Dit is voor mij wel een soort nieuwtje. Nou, ik ken één verhaal. Was ze met Jeroen Pauw en dus stond ze net voor het nieuws. En het nieuws wacht natuurlijk niet. En toen was ze kwaad het parkeerterrein opgelopen. Toen is iemand achter haar aangemoet om haar terug te roepen. Want het nieuws zou gewoon beginnen. Zij moest dat presenteren vlak toen. Vlak voordat het uitging of zo. Oh. Ja, dus ze is heftig. Maar ja, ze zei ook, bij blij zijn hoort lachen. Bij verdriet kun je huilen. En kwaad zijn, dat uit je door je stem te verheffen. Of iemand een lul te vinden. Oh ja, zeg maar. Dat mag kennelijk niet meer. Dat heet tegenwoordig grensoverschrijdend gedrag.
Nou, volgens mij hebben we het al eens eerder over gehad dat oudere mensen nu. Oh, net heb jij volgens mij in de podcast met Jan gezegd. Oh. Dat oudere generatie bij alles zeggen. Ja, dat mag ik niet meer zeggen. Oh, dat mag ik niet meer zeggen. Ja, oh, dat mag je niet meer flirten. Zeker. Ja, jawel, dat mag nog wel. En hier, maar ik misschien mag niks meer zeggen moet je van over iemand zijn borst. Nu ben ik afblijven. Weer te heftig. Cancelcultuur, verschrikkelijk. Ja. Een heel klein stukje over adelheid. Adelheid Rozen staat er ook in. Superleuk vind ik die. Ja, en dat vind ik een hele bijzondere vrouw. Heb ik eigenlijk altijd al heel bijzonder. Ja, ik ook. Maar ik vond haar heel leuk. Ik heb haar altijd heel leuk. Ja, ik ook. Ze is natuurlijk heel heftig. Ja. Ze is heel expressief. En ze is nu 63. En 64 zelfs. En zij is heel gelukkig. Ze zit in een nieuwe puberteit. Ze zegt, ik hoef niet meer overal zeker van te zijn. Ik hoef niet meer de dingen precies te weten. Maar ik snap wel de dingen veel sneller. Maar ik bemoei me wel nu heel snel met mensen in een publieke ruimte. Dus ik dacht, oh, nou, daar komt hij. Ja, zegt ze, ik heb natuurlijk geen kinderen. Maar dan in een supermarkt spreek ik wel ouders aan. Denk ik, oh ja, leuk. Ja. Laat maar komen. Zegt ze, ja, ik heb ze zelf niet. Dat weet ik. Maar in het kwartier dat ik hier nu boodschappen doe, heb jij je kind al 19 keer gecorrigeerd. Ja, dat vond ik heel geestig. Staat niet bij wat die mensen dan zeggen. En wat ik leuk vond om te weten, ik weet niet of je dat weet, maar de ouders van Rutger Hauer, die hebben haar in huis genomen om schoon te maken. Oh? Want, ja. Zij moest, ze heeft met de ouders wel en geen goed contact gehad. Een tijdje was ze echt met hen gebroeieerd. Ja. En toen hebben, het waren Teunke en Arend Hauer, dus de ouders van Rutger. Dat waren docenten van de academie waar ze zich stiekem had opgegeven. Want zij wilde graag acteren. Ja, haar ouders vonden het helemaal niks. En haar ouders vonden niks, ze moest Frans studeren, bla bla. En toen zei ze, kom dan bij ons schoonmaken, kan je zo je studie betalen. En, maar als ze dan 10 minuten een boekenkast stond af te stoffen, dan zei ze, ik kom even lekker een kopje thee drinken met een kaakje erbij. En dan lazen we samen Medea, zei ze. En dan gaven ze me les. En dat zal ik nooit vergeten. En ik hoop, zei ze, dat mensen zich realiseren wat ze dan voor je doen. En zij zei, mooie uitspraken, daar eindig ik mee. Een zacht oog dat op je is gericht. Dat is iets heel moois. Nou ja, zegt die ouders van Rutger Hauer. Hoe mooi is dat? Ja. Lief, hè? Superlief. Moderne etiketten. Is het oké om een compliment te beantwoorden? Wat vind jij ervan? Wat zie je er goed uit? Ja, maar jij ook. Of ja, kijk. Of wat een leuke trui heb je aan. Goh, ja, ik vind jouw broek zo leuk. Ja, ik denk dat we, als ik het doe, doe ik het uit onhandigheid. Dat ik schrik van het compliment. Maar ik heb een tijdje heel erg, als ik een compliment kreeg, dat ik dan zei, oh, dat is een hele oude jurk. Of, precies. Oh, die was heel goedkoop. En toen dacht ik, op een gegeven moment hoor je dat jezelf zeggen, en denk je, oh, daar moet je echt mee ophouden. Want je krijgt gewoon een compliment. Ja. Dus ik ben daarna ook tegen mensen gaan zeggen, als ze dat ook deden bij mij, zei ik, stop, doe nou niet. Ik geef je gewoon een compliment. Oh. En zeg gewoon dankjewel. Oh ja, leuk. Oh. Leuk dat je dat zegt. Nee, het is leuk om erop vonden mensen leuk. Ja. Vond ik ook toen iemand dat bij mij deed. Ja. Het is leuk om erop geattendeerd te worden dat je een compliment dat je dat doet. Krijgt. Maar goed, dat is niet de vraag. De vraag is, kan je dan weer een compliment teruggeven? Ja, want je eerste, ik ken het, snap het wel hoor. Want je hebt heel erg de neiging om te zeggen van, wat zie je er goed uit? Wat zie je? Oh nee, maar jij ziet er zelf ook zo goed uit. Ja. Omdat het zo beetje ongemakkelijk is. Ja, het lijkt een beetje alsof je gebakje krijgt en niks teruggeeft, zeg maar. Dus het heeft een beetje zoiets van, je wil iets terugdoen wat je zegt, uit ongemak gewoon. En beleefd. Eigenlijk kan je gewoon zeggen, toen ik heb er had geleerd inderdaad om dankjewel te zeggen gewoon. Ook na een voorstelling bijvoorbeeld, had ik ook heel erg de neiging om eroverheen te praten. Ja, ja. Om dan maar door te gaan praten over iets anders. Ja. Omdat het te moeilijk is om iets te ontvangen. Ja, om te ontvangen en dan gewoon het te laten voor wat het is. Ja. Omdat het, dan is er een soort, dankjewel, dan houdt het, dat is een beetje een doodlopende weg natuurlijk, dankjewel. Ja. Dan houdt het even op en dan moet je weer iets zeggen. Ja. Ik merk dat in Amerika bijvoorbeeld, als je rondloopt, bijvoorbeeld over een rommelmarkt of zo, dan doen die eigenaren van die dingen, die zeggen heel vaak een compliment. Heel vaak een compliment, want dat is een opening voor een gesprek. Mm. Voor kom even in mijn ding kijken. Ja, dus dan loop je lang en zeggen ze, oh, I love your jacket of oh, I love your shoes. Ja, en dan stop je. En dan, ja, en in het begin denk je gewoon, ja, leuk. Hè? Ja, die schoenen zijn ook leuk. Maar het blijkt, snap je? Ook als ik poep op mijn hoofd had, hadden ze het nog gezegd. Oh, it's beautiful. Beautiful. Dus, shit,
Dus je, daar is het ook... Want dat tweede compliment dat je teruggeeft... is natuurlijk net iets te snel bij elkaar geïmproviseerd. Omdat, ja, daar heb je helemaal niet lang over nagedacht. Gekomen, nee. Komt er, jij hebt ook een mooie blouse. Ja, dat is niet heel erg gemeend. Nee. Dus dat weet je al als het compliment terugkomt... dat het een beetje bij elkaar gesprokkeld is. Dus vandaar dat zo'n tweede compliment je geeft... Eigenlijk not dan. Nee. Dus ik zou zeggen, doe het niet... De meningen waren daar een beetje over verdeeld. Maar de meeste mensen vonden ook wel dat je dat dan niet moet doen. Nee, hoe lief het hoe misschien lief ook bedoeld ja. is. Dus zeg gewoon, dankjewel. Ja. En misschien later, dat je als je denkt... ik heb nog eens goed gekeken, dat is inderdaad een leuke broek. Of dat, kan, zou je dat nog eventueel kunnen zeggen. Ja. Maar je kan ook gewoon het laten. Gewoon. Geef jij snel complimentjes? Ja, ik geef best wel complimentjes. Ik ben niet iemand die denkt dat als ik een compliment geef... dat snap je, dat... Zo, dat geef ik ook eens één keer per jaar. Daar is hij. Nee, of dat het van mijzelf afgaat. Sommige mensen denken, als ik aan jou iets zeg... dan doe ik mezelf daarmee tekort. Maar dat oh, ja. zo. Sommige mensen denken, snap je, ja. dat zij een stuk vlees moeten missen... omdat ze tegen jou hebben gezegd dat je er leuk uitziet ja. of zo. Ja. Dus ik vind het namelijk heel erg leuk om complimentjes te geven. Maar ook gewoon aan mensen op straat doe je er ja. wel eens? Ja. Ja, dan zie ik iemand en die ziet er leuk of goed uit. En ja, leuk eigenlijk. En dan denk ik, ik ga het gewoon zeggen. Ja. Zeg ik, wat zie jij er leuk uit? En dan zie je mensen echt opfleuren. Ja, daar word ik dan weer blij ja. van. Vriendelijkheid, hebben we het al eens eerder over gehad. Ja, wij misschien. Maar nee, wij niet. Vriendelijkheid vermenigvuldigt zich 5 keer. Ga daar maar eens over nadenken. Put that in your pipe and smoke it. Nou, ik snap het helemaal. Maar ik heb mijn kinderen zo ook opgevoed. Altijd mensen bijvoorbeeld voorlaten. Als ik in de auto zit, dat iemand wil oversteken. Denk ik, kom maar. Dus ik krijg je heel vaak een glimlach. Ja, ik vind dat heerlijk. Ik deed wel eens zat ik bij mijn zus in de auto. En ik deed dan zo. En mijn zus gaf dan gas. Want die had het niet door. Dus ik net, voelde iets aankomen. Ja. Hoeveel ja. ongeluk heb je van net niet? Dat is verschrikkelijk. Zoals een oude vrouw. En dan deed ik zo. Oh, dankjewel. En dan maakte ze die aanzet. En dan gaf ze gas. Dat was verschrikkelijk. Het leek net alsof seriemoorders waren die een soort perfect crime hadden verzonnen. Dat was echt... nee, dat was natuurlijk niet mooi. Nee. Maar goed, daar ben ik op een gegeven moment mee opgehouden. Ik wou net zeggen, als jij achter het stuur zit, kan jij het doen. Ja, want ik bemoei mezelf wel te snel met mensen en dingen. Dus dat moet ik mezelf echt leren om dat niet te doen. Je hoeft niet overal jezelf mee te bemoeien. Nee. Dus ik stond later bijvoorbeeld... Ja, toevallig ook weer bij de Zara. Oh ja. Bij de Zara stond er een mevrouw bij de kassa... met een zoontje van, weet dat nu eens goed, 10 jaar of zo. En die, ze hadden duidelijk iets voor dat jongetje gekocht. Ja. En het jongetje had een euro in zijn hand, had hij gekregen... van die moeder denk ik of zo. Dat hadden ze net nodig bij het afrekenen... want die rekende nog contant af, hoor je Leuk. Ook niet veel meer nee. hier. En die jongen wou die euro eigenlijk niet teruggeven. Dus en dat was een hele lange rij. Dus ik dacht, ja, nou weet u, dan pak gewoon die euro af. Het is gewoon je zoon. Die zegt gewoon, geef hier. Nou, uiteindelijk gaf hij het dan. Toen kreeg zij een tasje. Toen wou ze dat aan hem geven, want het was duidelijk iets. Voor en toen hem? zei hij, nee, hij pakte er niet aan. Toen zei ik gewoon uit... Ja, het schoot mijn mond uit. Ik zei, Jezus, zei ik zo. Maar veel te hard natuurlijk. Veel te hard. Ik weet precies hoe dat gaat bij jou. Oh, verschrikkelijk. Oh. Nou, echt verschrikkelijk. Dus degene met wie ik was, die Monica, van waar ik dit van heb gekregen, die schrok ook. Want ja, maar het schoot er gewoon uit. Ja. Had er geen controle over. Dus daar moet ik mezelf wel een beetje op gaan dingen... dat ik mezelf niet overal mee hoef te bemoeien. Nee, want het is ook niet jouw leven. Het nee, is hun maar leven. Je moet jezelf ook niet nergens... Sorry. Nee, maar je moet jezelf ook niet nergens mee bemoeien. Want ik vind ook goed als je af en toe wel even iets zegt ergens van. Omdat het dan is in het belang van de rij. Ja, of omdat je iemand kan helpen. Of omdat iemand ten onrechte wordt iets aangedaan. Zeker. Of dingen. Dus je moet altijd wel, vind ik het niet erg. Je hoeft niet overal te denken van, dit is mijn pakkie aan niet. Dus nee. Ik zeg er maar niks van. Nee, maar over opvoeden van kinderen kunnen we ook nog wel. Daar is ook wel een etiket. Heel veel etiketten voor. Dus, dat is leuk. Dus daar gaan we nog zeker op terugkomen. Ja. Maar dat doen we dan misschien een volgende keer. Absoluut.